Hallo allemaal. Het hoofdstuk waar we dit keer mee beginnen na de kerstvakantie is de Europese Unie. Namelijk terug te vinden in jullie boek vanaf pagina 78 en volgende. Nu, de Europese Unie, waar België deel van uitmaakt, bestaat sinds 1 januari 2020 uit 446 miljoen mensen en uit 27 landen. Wel eens even interessant om op deze kaart te zien hoe groot de Europese Unie eigenlijk is en welke landen daarin de sterke spelers zijn. De lichtgeel gekleurde landen zijn diegenen die geen deel meer uitmaken van de Europese Unie of er nog steeds geen deel van uitgemaakt hebben. Ontstaan en groei van de Europese Unie, dat heeft een aantal jaren geduurd voor die EU zo groot en machtig was als wij haar nu kennen. Nu, het is allemaal begonnen na Wereldoorlog II, toen zelfs al tijdens de oorlog Winston Churchill opgeroepen had om een organisatie op te richten, de Verenigde Staten van Europa, waardoor Europa het weerstand zou kunnen bieden aan de Russen en de Amerikanen. Nu, OEES was de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking en die vloeide voort uit het Marshallplan. Even ter herinnering, het Marshallplan was het plan dat na Wereldoorlog II door de Amerikaanse president van Buitenlandse Zaken Marshall in het leven geroepen was om 17 miljoen dollar aan Europa, West-Europa meer bepaald, te schenken. Landen moesten dan maar onderling zien hoe ze dat bedrag zouden verdelen om Europa er weer bovenop te helpen. En de organisatie die voor die verdeling moest zorgen was de OEES. Momenteel bestaat die nog steeds, maar is die eerder bekend als de OESO. De tweede vereniging of organisatie of verdrag dat ertoe bijgedragen heeft tot de eenmaking van de Europese Unie is de NAVO. In 1949 opgericht met als doel de gemeenschappelijke verdediging van alle landen die in het Noord-Atlantisch gebied liggen. Momenteel werkt die echter samen sinds 2010 ook om preventieve en crisissen op te lossen buiten de grenzen van de Europese Unie. Bijvoorbeeld in Oekraïne heeft de NAVO ook een rol gespeeld. Vaak werken zij samen met de VN, Europese Unie en Rusland. En zij hebben een 28-tal leden, waaronder deze van de Europese Unie, Canada, Verenigde Staten, Albanië, IJsland, Noorwegen en Turkije. Hun hoofdkwartier ligt in Brussel, meer bepaald in Everen, en in Bergen hebben zij een oefencentrum. De derde is de Raad van Europa, opgericht op 5 mei 1949. Bestaat vooral tussen de landen Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, Zweden en Denemarken en de drie Benelux-landen. Hun zetel ligt in Straatsburg, zij komen ook daar samen. En zij zijn dus eigenlijk, met andere woorden, de mensenrechtenorganisatie. Zij gaan erop toezien dat de mensenrechten die in 1948 geformuleerd zijn, dat die dus nageleefd worden ook in Europa. Meer bepaald bekend als de EVRM. Zij kiezen voor een intergouvernementele aanpak, dat wil zeggen dat landen samenwerken, maar hun eigen beslissingsrecht houden. En nu zien jullie daar onderaan in de vlaggetjes welke landen lid zijn van de Raad van Europa en welke landen dus de mensenrechtenverdragen van Europa ondertekend hebben. Vooraleer de Europese Unie letterlijk wordt opgericht, zijn er nog enkele mensen die bijgedragen hebben tot het ontstaan van die Europese Unie. En die enkele mensen zijn vooral Konrad Adenauer, de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland van 1949 tot 1963, die zijn steun betuigd heeft aan het samenwerken tussen Europese lidstaten. Rechts daarvan hebben we Simone Veil, is een overlevende van de Holocaust, een Franse politica. En zelfs diegene die van 1979 tot 1982 de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement was. Rechts daarvan Alcide Gasparri, een Italiaanse premier en de minister van Buitenlandse Zaken die eveneens de samenwerking gesteund heeft.
Gaan we dan naar linksonder, komen we bij Robert Schuman terecht, de grondlegger van de Europese eenheid, samen met Jean Monnet, die je rechts terugvindt. Monnet was een Franse econoom, advocaat en politicus. En zij tweeën hebben er samen voor gezorgd dat de zware industrie in West-Europa werd samengevoegd. De enige persoon die ik nog niet besproken heb is Winston Churchill, de premier van Groot-Brittannië, die de oproep gelanceerd heeft voor een Verenigde Staten van Europa. Nu, de EGKS is de eerste benaming van de Europese Unie, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, is een voorstel van Robert Schuman, zoals je net al gehoord hebt. En men had het idee om de productie van kolen en staal in Europa te gaan bundelen, zodanig dat er in de toekomst geen ruimte meer zou zijn voor oorlog. In die zin, als Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux-landen, want dat zijn de zes waar het om gaat, met elkaar verbonden zijn, kan geen enkel van die zes landen tegen elkaar oorlog beginnen, omdat dan dit verdrag en de economie in het gedrang komt. Dit is een poging geweest om een derde wereldoorlog tussen Frankrijk en Duitsland te voorkomen. Dit verdrag is van start gegaan voor de duur van 50 jaar, in 1952 dus, en is eind juli 2002 opgenomen binnen de Europese Unie, maar kolen en staal spelen de dag van vandaag niet zoveel belang meer. Nu, de verdragen van Rome vinden daarna plaats in 1957. Daar ondertekend moet met een T zijn uiteraard. Daar heeft men in volle koude oorlog beslissingen genomen om Europa sterker te doen staan. Je ziet daar de Russische en de Amerikaanse figuren staan kijken hoe het kleine arme mannetje Europa dat zware gewicht omhoog krijgt. Zij beslissen namelijk om Euratom op te richten. Euratom is het Europese agentschap voor atoomenergie, namelijk dat zijn tegenhanger voor die andere. En dan EEG is de Europese Economische Gemeenschap, waarbij Europa economisch nog meer zal gaan samenwerken. En in 1967 worden die drie benamingen EEG, EGKS en Euratom samengesmolten tot EEG, Europese Gemeenschap, en houden die vooral een samenwerking op economisch vlak in. In de loop van de daaropvolgende jaren zijn er heel veel verdragen, vergaderingen geweest om de EU en de lidstaten nog dichter bij elkaar te brengen. Er kwamen ook steeds meer lidstaten bij. En dat zal uiteindelijk resulteren in 1992 in een van de belangrijkste verdragen, namelijk dat van Maastricht, waarbij de structuur van de EU verandert. EG, Euratom, EGKS wordt de eerste pijler. De tweede pijler wordt een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. De derde pijler is dan een samenwerking in het geval van justitie en binnenlandse zaken. Tussen haakjes staat erbij op welke manier die geregeerd worden. De tweede en de derde pijler intergouvernementeel. Betekent men werkt samen, maar elk land heeft zijn eigen beslissingsrecht. Communautair betekent dat men vooral, als men dezelfde taal spreekt, zal samenwerken. De overkoepelende naam werd de Europese Unie. En die Europese Unie werd in 1992 nog gesplitst in een Europese politieke unie en een Europese monetaire unie. De droom was dat alle burgers die binnen de Europese Unie woonden dezelfde politieke rechten zouden hebben en dat er een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en zo verder mogelijk was. De EMU, daar is de basis gelegd voor een Europese monetaire unie, namelijk dat alle lidstaten van de Europese Unie met dezelfde munt, namelijk de euro, zouden betalen. Niet alle lidstaten zijn daarin toegetreden en u ziet dat het nog zal duren tot het jaar 2000 voor die euro effectief wordt ingevoerd. Dan het verdrag van Lissabon is in 2007, waarbij de instellingen of bepaalde instellingen van de Europese Unie meer en volwaardige zelfstandige instellingen worden. De specifieke instellingen worden later nog meer toegelicht in een andere PowerPoint.
Het gaat dan meer bepaald over de Europese Raad en de Europese Centrale Bank. Ook het Europese Parlement krijgt meer bevoegdheden. Er komt twee nieuwe functies in het leven. Enerzijds een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU. Dat is namelijk die persoon die Europa op wereldvlak moet gaan verdedigen. En bij die Europese Raad komt er een president van Europa. En de allereerste was daarvan Herman Van Rompuy. Een Belg, en momenteel is dit Charles Michel, eveneens een Belg. Wat komt daar ook nog bij? Dat de burgers initiatiefrecht meer inspraak krijgen en dat de lidstaten nog meer benadrukken dat zij de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens gaan naleven. Al die landen die lid zijn, zijn dus voor al hun activiteiten gebonden aan deze 6 hoofdkenmerken. En daaronder volgen nog een aantal onderverdelingen. Maar zij houden dus de waardigheid, de vrijheden, de gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtspleging heel hoog in het vaandel. De Europese Unie breidt natuurlijk uit. Ik heb u al gezegd, tussen 1952 en 1990 kwamen heel veel landen bij de Europese Unie. In 1989 komt er plots een grote omwenteling als het vroegere West- en Oost-Duitsland gaan samenvoegen doordat de muur van Berlijn wordt afgebroken. Die twee Duitslanden worden samengevoegd en komen bij de Europese Unie. In 1992 gaat men in de criteria van Kopenhagen vastleggen aan welke voorwaarden een Europese lidstaat moet voldoen. Je vindt ze daar alle drie. Ze moeten sowieso een democratie en rechtsstaat hebben. De markteconomie moet goed draaien en ze moeten in staat zijn om EU-wetten in te voeren. Drie belangrijke kenmerken, want we zullen later zien dat een aantal landen in de wachtrij staan om ook toe te treden tot de Europese Unie en dat men daar duidelijke criteria heeft opgesteld of dit al dan niet mogelijk is. Dan komen er een aantal nieuwe onderhandelingen en uiteindelijk in 2002 bij de top van Kopenhagen zal men 10 nieuwe landen beslissen dat die mogen toetreden en op 1 januari 2004 is het zover. De 10 landen staan daar opgesomd, in 2007 komen er nog eens 2 bij en uiteindelijk in 2013 zal ook Kroatië toetreden tot de Europese Unie. Ik had al gezegd dat er een aantal lidstaten stonden te wachten. Je kan ze daar lezen. Een opmerkelijk lidstaat die het wil toetreden is Turkije. Turkije wacht al sinds 2010 om toe te treden tot de Europese Unie. Hun aanvraag dateert al van die tijd. Je ziet dat dat wel een grote invloed zou hebben op de Europese Unie, aangezien dat bijna over 80 miljoen mensen gaat die ineens bij dit blok komen. Los van het feit of zij de criteria nastreven, zijn er ook nog mensen die andere bezwaren hebben. Turkije heeft een andere religie dan diegene die tot nog toe in Europa beoefend worden, of officieel de religie van een land zijn. En men heeft de schrik om daar de islam bij te laten. Bovendien is Turkije ook anderstalig, heeft een ander alfabet. En een ander punt van kritiek is dat men schrik heeft dat als Turkije wordt toegelaten, ook landen zoals Marokko, Algerije, Tunesië aanvraag gaan indienen om deel uit te maken van die Europese Unie. Nu, Turkije kan nog steeds niet toetreden omdat dat geen democratie is in de ware zin van het woord. De rechtsstaat daar niet wordt gerespecteerd. U moet daarvoor maar de actualiteit op naslaan. En omdat daar ook de economie nog niet afgestemd is. Er zijn een aantal symbolen bij de Europese Unie. Enerzijds hebben we het motto in verscheidenheid verenigd. Dit is opgericht in 2000 en dit betekent dat gebieden met verschillende taal, cultuur en tradities van ons continent toch gaan samenwerken. De Europese hymne is de tekst is Ode an die Freude, komt van Friedrich von Schiller, dateert uit 1783.
en is gecomponeerd door Beethoven, de 9e symfonie van Beethoven in 1823. Beide mannen zijn geboren en hebben deze tekst en melodie gecomponeerd en geschreven in het oog van dat het ideaal is waar alle mensen als broeders kunnen samenleven. Sinds 1985 is het officieel het volkslied van de Europese Unie, maar er is officieel geen tekst voorzien. Het is ook niet de bedoeling dat dit volkslied de liederen van de eigen landen zal overtreffen. En dan hebben we de euro, de gemeenschappelijke munt, ingevoerd op 1 januari 2000. En ook nog de Europese vlag. Is het symbool van de Europese Unie, is dus 12 gouden sterren in een cirkel op een blauwe achtergrond. Sinds 1985 het officiële symbool. En wil eigenlijk zeggen dat er solidariteit en harmonie tussen de verschillende volkeren van Europa is. En dan de Europadag, die jaarlijks op 9 mei valt. Dit jaar is die een beetje in het water gevallen, omdat dan normaal alle Europese instellingen open deurdag houden. Dit jaar was dat vooral online met heel wat workshops. Waarom 9 mei? Omdat dat de dag is dat de Schuman-verklaring afgelegd is in een toespraak in Parijs in 1950. En dat daar de basis gelegd is voor die EGKS, die samenwerking met kolen en staal. Er worden in Europa 24 officiële talen gesproken. Ik voel je het kriebelen om een van die talen te tolken. Dan ben je zeker welkom aan de Europese Unie. Want terwijl het Europees Parlement vergadert, zit er dus per taal een tolk die simultaan alles vertaalt voor diegene die deel uitmaakt van het Europees Parlement. Ook alle wetteksten moeten in alle talen vertaald worden. Als je even ten opzichte van de wereldbevolking kijkt, dan denk je misschien Europa is maar een klein stukje naast die mastodonten. Uiteraard China en India blijven de meerderheid uitmaken, maar wij vormen toch de derde grootste groep van bevolking en op die manier kunnen we misschien iets betekenen. De cijfers dateren van 2019. Als je specifiek wil zien welk land binnen de Europese Unie het grootst is, dan zie je dat België op de 8e plaats staat en dat Duitsland, Frankrijk, Italië de 3 grootste landen zijn qua bevolking. De Europese Unie probeert er dus voor om vooral op economisch vlak ons sterker te doen staan. Zij zetten zich in voor de euro en financiële stabiliteit. In het geval van een crisis gaan zij ook proberen EU-lidstaten die financiële problemen hebben, die goed terug erbij te halen. Denk maar Portugal, Spanje, Griekenland, die een jaar of 2, 3 geleden serieus moeten bijsturen hebben om te kunnen blijven volgen. Zij zorgen ook als antwoord op de financiële crisis dat er een wetboek is, dat er toezicht komt door de centrale bank op de banken, zodanig dat de nieuwe bankencrisis kan voorkomen worden. En uiteindelijk heb je ook resoluties die ervoor kunnen zorgen dat een zwakke bank niet meer operationeel is, zodanig dat de gevolgen beperkt worden. Nu, interessant is ook deze slide om eens te kijken waar zij, over welke begroting zij beschikken en hoe zij het bedrag precies verdelen. Dit was de begroting voor het jaar 2014-2020, dus dit jaar moet men een nieuwe opmaken en zal dat enigszins verschuiven. Ook op het klimaatvlak heeft Europa doelstellingen, vooral voor 2030 en 2050. U kan ze in dit artikel lezen. Sinds 1 januari 2000 gebruiken heel wat lidstaten de euro. Op de kaart kan je al diegenen die blauw gekleurd zien die de euro gebruiken. De gele landen gebruiken de euro niet. Wat zijn de voordelen van de euro? Men had geen koersschommelingen meer, geen extra wisselkosten. Er waren ook meer keuze en stabielere prijzen voor de consument. Wij kunnen via internet perfect in een ander Europees land bestellen aan een eventueel kunnen we de prijzen van schoenen, broeken, kledij gaan vergelijken en bestellen waar het voor ons het goedkoopste is. We kunnen ook, als we bijvoorbeeld naar een supermarkt in België, een supermarkt in Nederland gaan, kunnen we zien of die prijzen schommelen of niet. En op die manier werken we nauwer samen op economisch vlak.
Die euromunten hebben meestal één officiële zijde, standaard, in elk land gelijk. En op de achterkant kan een land vaak een nationaal symbool aanbrengen, een nationaal figuur in de kijker zetten en zo verder. Bij biljetten zijn die overal hetzelfde. Door die grote interne markt is er binnen de Europese Unie vrij verkeer van goederen, diensten, mensen, kapitaal. Wij kunnen ons zonder douane verplaatsen van de ene EU-lidstaat naar de andere. En dat zorgt ervoor dat er bepaalde producten en diensten in prijs gezakt zijn, dat wij meer keuze hebben, dat er nieuwe banen gecreëerd zijn en bedrijven nieuwe kansen gekregen hebben. We hebben ook een digitale eengemaakte markt. Misschien zeg je, dat leidt ons toch ver. Maar dat is er sinds mei 2015. En waar wij dat vooral op voelen, is bijvoorbeeld op het vlak van de roamingtarieven. Het grote voordeel is als wij met onze gsm van land, Europees land naar Europees land ons verplaatsen, dat wij overal aan dezelfde roamingtarieven bellen en surfen. Behalve bijvoorbeeld, nu heb je het misschien al gemerkt, als je op vakantie reist door Zwitserland, dan moet je onmiddellijk je internet afzetten, anders is het 60 euro per minuut. Ook Wifi for EU subsidieert de gemeenten die zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen in de hele Europese Unie. En zo verder, u kan het daar lezen. Ook op sociaal vlak slaat Europa de handen in elkaar om sterker te staan. Bijvoorbeeld EU-landen beloven iedere jongere onder de 25 een goed aanbod te doen in de vorm van een baan, vervolgopleiding, leerlingplaats of stage binnen de 4 maanden nadat ze met school stoppen. Hele mooie uitdagingen om daaraan te voldoen. En dan het Schengen-akkoord, dateert uit de vorige eeuw. En dat merken wij vooral omdat er geen politie- of douanecontroles meer zijn. Je kan hier perfect van Zelzaten naar Sas van Gent rijden zonder nog de douane te moeten passeren. De landen die daarop gesomd staan, daar moet dat wel nog. Dus Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en IJsland. Dat betekent wel dat aan de buitengrenzen van de EU er een strengere controle komt en dat men binnen de EU op politievlak veel meer gaat samenwerken. Vroeger, als je bijvoorbeeld naar een champagneweekend in Reims ging en je wou 60 flessen champagne meebrengen, dan was dit boven het maximum dat per persoon was vastgesteld. Nu kan je probleemloos artikelen uit een ander EU-land zonder douane meebrengen. Erasmus Plus is een initiatief van de Europese Unie waarbij jongeren of studenten de kans krijgen om zich in een ander Europees land te gaan ontwikkelen of te gaan studeren. Op onze school hebben wij ook Erasmus Plus, leerlingen van het 6e jaar TSO en ook BSO gingen op stage in Italië, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Hopelijk worden na de coronaperikelen deze initiatieven weer opgestart en hebben jullie misschien ook in het hoger onderwijs of aan de universiteit de kans om een aantal maanden met Erasmus in het buitenland te gaan studeren. In de Europese Unie gaat men alle grondrechten respecteren, terrorisme gezamenlijk bestrijden, de politie werkt samen, heb ik al gezegd, en men gaat ook gemeenschappelijke asiel- en immigratieprocedures opstarten. Uiteindelijk zorgen zij dat er ook tussen de EU en andere landen handelsovereenkomsten zijn. Sinds 2017 is er een met Canada, 2018 met Japan en men voldoet ook aan de ontwikkelingshulp. Het vlak van defensie kan je hier lezen. Ook ontwikkelingshulp ondersteunen zij zeer sterk. En uiteindelijk komt de EU ook zeer sterk op voor gendergelijkheid. Zowel werkgelegenheid voor mannen en vrouwen, gelijke beloning en zo verder. Ze hebben zelfs een campagne No No Nine, waarbij ze mannen en vrouwen aanmanen stelling te nemen tegen geweld tegen vrouwen. Gezondheid en milieu, zij willen ook een aantal initiatieven realiseren, verwezenlijken. Bijvoorbeeld hebben ze al gezorgd voor minder zure regen, loodvrij benzine, schoner zwemwater en zo verder.
En ook de consumentenrechten worden beschermd. Er moet elk land op zijn product een duidelijk etiket hebben in de taal van het land. Er zijn normen voor gezondheid en veiligheid. Er zijn ook nieuwe verdragen gekomen tegen oneerlijke praktijken en zo verder. Uiteindelijk wil ik daar nog eentje aan toevoegen, de Brexit of de Brexmas. Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, is sinds 1 januari 2020 uit de Europese Unie gestapt. Er moesten echter wel nog een aantal regels en verdragen geformuleerd worden om de handel tussen de gebieden, tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te regelen, zonder tarieven en quota. En net voor kerst is dit gelukt. Men kan nu, Groot-Brittannië is dus autonoom en er zijn samenwerkingsakkoorden voor het vlak van visserij, vlieg- en wegvervoer, energievoorziening, politie en justitie. De komende 6 maanden zullen wij nog vlot naar de Verenigd Koninkrijk kunnen reizen, maar vanaf oktober 2021 zal een reispas nodig zijn en zullen de formaliteiten aan de grens veel meer nagekeken worden. Wil je meer weten over iets van de Europese Unie, dan kan je altijd bij deze dienst terecht. Tot zover deze PowerPoint.